Dag beste kijkers. Afgelopen avond en nacht was het zwaar tot geheel bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land vielen er nog enkele buitjes. De minimumtemperatuur varieerde van 3 graden langs de oostgrens tot 10 graden in het noordwesten van het land. De wind was zwak en waaide uit noordwestelijke richting. Overdag was het een grijze dag. Heel af en toe liet de zon zich even zien. De maximumtemperatuur kwam uit op 11 graden langs de oostgrens tot 14 graden langs de westkust. Er waaide een zwakke noordwestenwind. Vanavond en vannacht breiden opklaringen zich vanuit het oosten over het land uit. Het wordt een koude nacht met in het binnenland temperaturen rond het vriespunt. Langs de kust blijft het met 6 à 7 graden wat zachter. De wind is zwak en waait uit veranderlijke richting. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 à 10 graden en er waait een zwakke veranderlijke wind. Dit was het weer, Karel van der Wouw voor Ik op TV vanaf de zuidoever van de Slotenplas in Amsterdam-Osdorp.